En dan zag je haar nog gewoon met allerlei mensen contact maken en zorgen dat ze... nou, toen liep ze echt zo. Als schuifelend. Als schuifelend. Geweldig. Even vriendelijk en aanspreken. Dan liep ze de auto gewoon met een knipperlicht op de gracht staan. Hallo. Hey Lisbeth, ja. Je bent nu nog Lisbeth, hè? Ja. Straks mee op Bosgaard. Wel een hele hippe Bosgaard op deze nu. Wat heb je met mee op Bosgaard? Want je gaat twee alter ego's maar volgen. Het is een ontzettend bijzondere vrouw. Die haar leven lang heel werelds is geweest door wat ze allemaal zag. Ze heeft de hele wereld gezien, meer dan ik, denk ik. Mm-hmm. Van binnenuit. En toch heeft ze ook een hele eigen stijl daar contact mee gemaakt en... Ja, mensen heel goed geholpen. Ja. Dat vind ik heel goed. Ja, dat sprak je ook wel aan. Want je hebt een soort stage geloof ik bij haar vroeger? Nou, ik vaak tegenkomen op de Wallen. Ook kan doen, is een beetje bij de spuitomruil. Oh ja. En wat, ja, zeg maar, haar in de cafés. Ja. En ik kwam haar heel regelmatig tegen, omdat ik daar staan wonen. Ja. Ze was altijd verrassend, maar zo één keer in de week of één keer in de maand, dan zag je haar. En, ja, vol en, overtuiging, altijd maar weer heel liefdevol mensen benaderen, praatjes maken, alle geduld van de wereld, ook heel mooi. Hmm. En toch... En dat zijn ook kanten van jou? Omdat je dat als alter ego kiest? Nee, maar... Want je kiest haar als alter ego, dus je moet ergens bewondering voor hebben. Ja, ik heb diepe bewondering voor haar, maar het is ook misschien wel meer het wens, denk ik, dan dat het realiteit is. Ja, ja. Dus ik zou het wel willen dat ik zo... Met zoveel flair en toch zo jezelf en zo dienstbaar zijn. Ja, oh, dat is mooi. Ik ben ook heel benieuwd vanavond als je echt helemaal als Bosgaard erop komt. En volgende keer Ellen ten Damme, hè? Dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Nee, dat is niet erg. Maar vanavond gaan we echt... Ik kan ook bij jouw Bosgaard heen terug. Waarschijnlijk wel, want ja, als ze met hem een brood heeft doorgebracht. Ook dat was natuurlijk rock'n'roll, hè, met hun tweeën. Eigenlijk wel, ja. En we zijn heel lief met hem. Ze ging wassen, ik vond het geweldig. Dat was toch heel ontroerend. Ja, echt, ja. En zo'n hele zieke man, die zo ruig in het leven stond. En dat zij ook zo'n hele lieve haar stelt. Ja. En toch altijd het gesprek wel weet te brengen op God. Dat vond ik ook heel knap, zonder dat het irriteert. Ja, zo is het. Gewoon op haar originele manier. Ja, iemand om diep respect voor te hebben. Nou, ik vind het heel mooi dat je haar op de foto eigenlijk gaat vereeuwigen op deze manier. Ja. Een ode aan Bosgaard. Een ode aan Bosgaard. Oké.